like when Jaden Cronpavero and Mozilla NetApp over on the IoT project, and that is the Smart Wellness Resort. Excel main team leader for on the team captain is Dibidin Deepak, myself Jaden Cronpavero, Marvin Baldaway, John Chanchu, Sabrina, and Brian Berg, and non the docent Manir Isri. So we gaan on the slide. Zoals ik eerder zei, we gaan het hebben over een smart wellness resort. En zoals je kunt zien, kun je dit alles gebruiken voor in ons IoT systeem. Dat is de smart cabana, de smart parking, smart pool en de smart lighting. Verder gaan we collega's het hebben over welke componenten we allemaal hebben gebruikt voor onze smart wellness resort. En ik draag de volgende slide over naar mijn teamlid. Hi, ik ga van mijn kant even uitleggen of vertellen wat ons project allemaal heeft inhouden. We hebben een smart wellness resort opgezet. Het ziet er als volgt uit. We hebben een entry waar een auto binnenkomt voor, om naar de parking te gaan. We hebben een cabana. We hebben een zwembad met verlichting. We hebben een watering system voor planten. En ook aan onze back-end hebben we een maintenance board waar eigenlijk de technische zijde plaatsvindt. Ik zal mijn gedeelte dan overdragen aan mijn volgende teamlid. Goedenavond, ik zal dus mijn blokdiagram uitleggen. We hebben gebruik gemaakt in ons project van een Arduino Uno R3 board. Voor de programming een laptop. Om de Arduino board zie je dus de verschillende sensoren die we gebruikt hebben in ons project. We hebben gebruik gemaakt van twee actuators. Dat is dus de LED lampen en de 5 volt relay module. Onze wifi module is ook erbij, die dus de data verstuurt naar ThingSpeak. We gaan nu officieel starten met onze demo. Dus onze bezoeker, die komt dus aan. De persoon wordt geregistreerd. En de hefboom gaat dus omhoog en de persoon gaat dus dan parkeren. De volgende teamlid gaat dus dan verder uitleggen. Oké, okay, van mijn kant, goedenavond. Wij gaan het hebben over onze plant watering system. Voor onze plant watering system hebben we gebruik gemaakt van een soil moisturizing sensor. Wat die soil moisturizing sensor precies doet, hij stuurt eigenlijk de watersproeiers aan. Bijvoorbeeld als er voor onze planten die je op de tekening ziet of op onze demo ziet, als er te weinig vochtigheid voor de plantjes is, zorg ervoor dat het dan de sproeiers water laat sproeien voor de plantjes. En als het te veel is, zorgt het ook ervoor dat het de sproeiers stopt met water sproeien. Dankjewel, dat is het van mijn kant. En ik geef het dan door aan de volgende spreker. I'm Jaden hier. Ik zal het hebben over de PIR sensor. Dat is de motion sensor. Die zie je aan deze kant. En die hebben we verder gekoppeld middels een touchless kabel naar de Arduino, zoals je kunt zien. En zodra je binnenkomt dichtbij de pool, detecteert de motion sensor voor beweging en die zorgt ervoor dat de lichten aangaan bij de pool. En dat is mijn gedeelte wat betreft sensor. Mijn team zal dan de volgende sensor voorstellen. Goedendag. Ik zal het hebben over de water tank systeem. Bij de water tank systeem maken we gebruik van de ultrasonic sensor om de afstand tussen de sensor en de water level te checken en in stand te houden. Indien de water level voorbij 9 cm voorbij gaat, gaat de relay een 5 volt die een 110 volt stuurt naar de pomp. En dan zal die pomp aangaan en die pomp dan meer water naar binnen laten stromen. We zouden ook gebruik maken van een water level sensor omdat die afstandsberekening niet goed zou zijn.
hebben we dan besloten voor de ultrasonic sensor. Dat is het voor mijn gedeelte. En ik geef het dan zo heel veel aan mijn volgende team. Goedendag, Deepak hier. Ik zal het hebben over de network layer. Hierbij wordt dus de data verstuurd naar ThingSpeed. Hier ziet u bijvoorbeeld de temperatuur info en de vochtigheid. De temperatuur hebben we middels een widget een betere representatie gegeven. De grondvochtigheid ziet u fluctueren tussen de 97 en 99. Hij is nu eigenlijk vrij droog. Omdat we hem nu eigenlijk hebben in een droge oase. Kabanen gesloten of gesloten. Dit wordt gesensed door een ES-switch. En wanneer de kabana dus officieel gelokt is, is die ES-switch dus aan. Dat geeft aan dat die kabana dus beschikbaar is. Is die kabana bezet, dan wordt die opengesteld zodat die informatie beschikbaar is als er dus aanvragen komen voor een nieuwe reservering. Zodra de gast binnenkomt, wordt die gesensed door een obstacle avoidance sensor. En die data wordt dan ook gestuurd, dus je weet precies hoe laat de gasten binnen zijn gekomen. En natuurlijk wanneer ze weggaan, dan zou dat dus ook geregistreerd moeten worden. Hier zien we de data van de water tank level. Dit is heel interessant. Je ziet dat hij dus daalt. En wanneer hij dus, we hebben hier letterlijk met de centimeters gewerkt. Hierbij hebben we gebruik gemaakt, zoals Eindel dat aangaf, van een ultrasonic sensor. Dus zodra hij 3 centimeter bereikt, komt de pomp in en hij vult gelijk water tot ik dacht 9 centimeter daar in de buurt. En zodra hij dus weer die level bereikt, dan wordt hij weer aangevuld. En die informatie is dan hier in de oogopslag ook te zien. Een ander onderdeel van dit project is natuurlijk het coderen. En daarvoor hebben we gebruik gemaakt van de Arduino software. Heel snel door de code heen, we included de Rive library, access point info, write key for ThingSpeak, de poorten voor die diverse sensoren. Sommige sensoren gebruiken 2 pins, zoals de ultrasonic. Die gebruikt dus pin 11 en pin 12. Wij hebben hem geconfigureerd op pin 11 en 12, sorry. En relay bijvoorbeeld gebruikt pin 10, etc. Dan komen we bij de setup. Dit stukje gaat hij dus 1 keer uitvoeren bij het begin. En dan is hij klaar ermee. Dus hier initiëren we al die poorten die gebruikt gaan worden. En voor die actuators gebruiken we dus die pin als een output. Dit is dan voor die relay. Voor die ledlamp ook een output. En die servo heeft een eigen library, dus daar hoeven we dus niet aan te geven dat het een output port is. Dat doet de library zelf. En hierna krijg je dus dat loop gedeelte. En dit gedeelte blijft hij natuurlijk uitvoeren zolang je bord aan is. En dit zorgt ervoor dus dat het geheel blijft werken.
And hier bij de ultrasonic is misschien interessant om aan te geven dat we hier dus checken wanneer de water level eigenlijk 3 centimeter is, dat hij dan gaat vullen. En dit is het gedeelte waar hij dus gaat vullen en ervoor zorgen dat hij komt op 8 centimeter hoogte. En dan stopt hij met vullen. En op de seriële poort geeft ook aan dat het water gevuld is. Hier de subroutine om te schrijven naar Thingspeak. En ik denk dat we hiermee kunnen voorstaan wat de codering betreft. En dat is dan ook onze demo van ons IoT project. En dankjewel voor het willen kijken naar deze demo.